Adriaan Bogaert, een Olympiër van het eerste uur. In 1948 nam hij deel aan de Olympische Spelen in Londen als kajakker. Ik ben beginnen varen in het jaar 40, kort na de bezetting door onze stad. Ik heb dat ongeveer gedaan tot in het jaar 52. Van, ik zat toen in zaken en dat kon niet meer zijn dat ik mijn zaken verwaarloosde tegenover de sport, waar er niet veel aan te verdienen was. Ik ben van nature uit liefhebber van oude meubelen. En als ik hier passeerde, zag ik hierop dat dat een zeer oude kast was, waar dat er veel fijn werk aan was. Dat is een heel te gaan zijn kast die mij verleidt. Het moet daar veel werk aan geweest zijn, vooral in de tijden dat er nog niet zoveel machines waren. En ik zag hier dat hier waarschijnlijk ivoor is en dat hier schelpaddenleer. En dat hout hier, dat moet ook oud zijn van verre streken. Nee, ik heb het thuis niet om zo'n kast te zetten. Maar ik heb al enkele oudere meubelen die er staan. Ik zou moeten andere buiten zetten om die binnen te krijgen. Dat zal ik niet doen tegenover mijn vrouw. Wij hebben thuis enkele twee of drie schilderijen van Martha de Spiegeleer. Ja, ik heb Willem Putman goed gekend als Kortrijkzaan. Iedereen kende Willem Putman. Ik ben ook met zijn zoon nog bevriend geweest. Maar die is al lang weer naar de hemel.